We weten steeds meer over autisme, maar toch is er nog veel onbegrip. In deze podcast gaan we het erover hebben hoe hiermee om te gaan. Ja, dit was een uh, onderwerp wat uh, veel werd aangevraagd. Ja. Ik had een uh, vraagsticker geplaatst en best wel wat mensen die hadden gezegd van ja, graag over, over het algemeen mentale gezondheid en hoe, hoe met onbegrip om te gaan. Mm -hmm. Maar expliciet werd het een paar keer ook autisme genoemd. Dus ik dacht van ja, we kunnen het wel wat breder trekken dan alleen autisme. Maar ik denk wel om. Belangrijk onderwerp om wel eens vaker te bespreken. Ik denk dat we het wel eens een keer erover hebben gehad in een podcast, maar misschien is het toch wel goed om daar nog even wat dieper op in te gaan. Ja, helemaal goed. Ik Want, praat heel graag over uh, autisme. Je praat over het algemeen heel graag, toch? Ja, maar vooral over autisme. Maar, dat is mijn oh, special interest. Is dat je special interest? <laughs> nee, hoor, okay. nee Als je kijkt naar jezelf, uh, heb jij te maken gehad met veel onbegrip? Ja, een beetje wel beetje wel, ja. Beetje. Een, beetje, een beetje zo Zou uh, losjes. Maken, dat is... Nou ja, je zal sowieso wel, toch? Ja, maar weet je wat het lastige daaraan is? Dat het onbegrip is. Dat je nooit zeker weet of iemand nou iets zo bedoelt. Okay. Dus je weet nooit helemaal zeker of het onbegrip is. Of dat jij het gewoon niet helemaal begrijpt. Knapt, of dat een ander het verkeerd laat overkomen. Okay. Dat ze verkeerd bij jou binnenkomt. Dus... Um, Schets een situatie. Er zijn veel situaties waar ik dan aan denk. Waarvan ik denk, ja... Is het was het onbegrip? Noem er eens een paar. Nou, wat ik bijvoorbeeld best wel lastig vind, is als mensen het over autisme hebben in het algemeen. Ja. En dan dingen zeggen van. Oh nee, maar ik kan echt niet autistisch zijn, want ik ben veel te sociaal. Okay, yeah. Terwijl ik erbij zit. Ja. Dat vind ik dan ergens een klein beetje. Ja, kan je dat onbegrip noemen? Want de meeste mensen weten ook niet helemaal hoe dat overkomt, natuurlijk. Dat is eigen pijn, denk ik ook. Bij jou. Ja, dus dan, dat is, nu snap je wat ik bedoel, toch? Ja, ja, ja. Dat vind ik lastig wel, ja. om die situatie te bestempelen. Heb je, heb je nog een voorbeeld? Want of gaat het vooral over dat stukje? Want ik heb altijd het idee dat het bij jou vaak op dat stukje uitkomt. Ja, eigenlijk wel, ja. Vaak over het onbegrip dat uh, men denkt dat mensen met autisme dus of veel vrienden, of ook gewoon geen vrienden hebben. Dat ook, denk ik ook. Dat dat <laughs> bij jou een pijnpunt is. En dat ze dus inderdaad niet kunnen meeleven, meevoelen, in kunnen voelen. Toch? Ja, Als ja, ik het precies. zo even ja. terug... Breder neer naar iets kleins. Dat is heel uh, compact en daar ben ik het helemaal mee eens. Oh, waar denk je dat het vandaan komt dat men dat denkt? Over het algemeen, en dat is gewoon ook niet onder de autistische community, zijn mannen gewoon net iets minder aangepast op het sociale vlak. Okay. En dan zeg ik niet mee de mannen die nu kijken, die denken van ja, mijn wij is sociaal. Yeah. Waar heb je het over? Nee, het is niet iedereen. Het is gewoon. Over het, algemeen. Over het algemeen, als je iedereen op, op, op de hele aarde op, op een hoofd gooit, dan. En dan is dat, ja, komt dat vaker okay. voor bij mannen toch dat ze wat iets minder aangepast zijn, iets grover. iets meer straight to the point, mm, iets dan... meer beledigend soms. Vrouwen maar... pakken alles wat meer in beleedigend voorzichtiger. Ja, ik vind belediging dus altijd je laat jezelf beledigen. Ja, dat vind jij inderdaad. Ja. Maar er zijn ook wel gewoon echt beledigingen toch? Ja, wat ik hier geintje. eigenlijk mee probeer te zeggen is ja. uh, dat je als vrouw uh, tot uh, kort geleden eigenlijk nog heel vaak onder de radar bleef, omdat je je best wel goed kan aanpassen sociaal gezien. Ja. ja. Dus um, ja, dat eigenlijk. Ja. Uiteindelijk is er dus een groot gedeelte van de mens wat nu autisme wel kent, mm -hmm. een stereotype beeld. Maar ik denk dat dat dus wel het grootste probleem er ook van is. Dat het stereotype beeld. Ja, en ik denk wel dat het steeds meer verandert. Maar ik merk dat dan eigenlijk vooral in mijn omgeving meer dan online. Oké. Okay, Kijk, want? ik scroll wel. Maar zit je dan in, niet in een bubbel? Hoe bedoel je in een bubbel? Nou, als je het online minder merkt dan. In ja, je ik omgeving. denk dat ik online dan raak je heel vaak in een bubbel. Yeah. Dan wordt eigenlijk alles voorgeschoteld wat jij fijn vindt om te horen. Het schijnt dus ook zo te zijn hè, dat als jij een reel opent... Hmm. en je gaat naar de comments... dan zijn dat ook comments die jij waarschijnlijk leuk gaat vinden. Terwijl als je vriend die reel zelf de reel opent... kan hij hele andere comments ja, zien. Ja, bizar is dat, hè? Dus ja, dan zit je wel aardig in je eigen bubbel. Maar dat, dat, dat gegeven alleen al wordt het ook al lastiger... om misschien de, om het andere, de andere waarheid kant over autisme... Zien. bijvoorbeeld als we het om autisme betrekken... om dan ook dat te zien. Want als je ja. dus als iemand die... Dus niet zo heel goed weet waar dit eigenlijk over heeft, alleen maar bevestiging krijgt van zijn eigen mening. Hmm. Dan ga je dus dat ook nooit leren. Ja, dat is toch ook een beetje het probleem van het internet. Het algoritme is daar gewoon veel te goed in om, om je dingen voor te schotelen die, die hoe dan ook leuk gaat vinden. Ja, ik heb ook niet de illusie dat mensen die dit luisteren, uh, dat, ik nieuw, dat wij nieuwe mensen hiermee aanspreken die uh, zeggen van: uh, oh wacht, zo dus, had ik het nog nooit bekeken en nu kijk ik er heel anders tegenaan. Misschien een nee. paar, maar de, de, over het algemeen ga je altijd. Op zoek naar de dingen die je zelf die je mening bevestigen. bevestigen, inderdaad. Mm -hmm. Dus in dat opzicht is het heel lastig. Maar ik zit wel te denken, hoe zouden we dan, of hoe kunnen we in, in godsnaam dat dan het beeld wel vers, verbreden, eigenlijk in die zin. Ja, ik denk door er gewoon zo normaal mogelijk over te doen, ja. ook in je omgeving. Uh, door te laten zien hoe het bij jou eruit ziet. Ik heb ook wel redelijk vaak dat nou ja, het is niet dat ik redelijk vaak met nieuwe mensen praat, maar dat ik toch wel de vraag krijg van maar is het wel echt zo? Of heb je wel echt de diagnose? Ja? Yeah. Ja, een soort ja, wat is het? Therapie, yeah. coachachtig yeah. iets. Yeah. En toen vroeg ze ook heel specifiek, maar heb je wel de diagnose op papier. Yeah. Dan dacht ik, oké, okay, ja, dan is misschien zelfdiagnose wordt dan niet altijd serieus genomen, dat kan ook hè. Mm -hmm. Of omdat juist tegenwoordig zoveel mensen denken dat ze autistisch zijn, dat het wat minder serieus genomen wordt. Ja. ja, daaraan zie je eigenlijk dat het beeld dan wel zo is dat ik nog niet helemaal in het beeld pas, wat misschien het gemiddelde mens heeft ervan. Ja. Terwijl ik voor mijzelf het overduidelijk vind, ja. ook als ik mezelf uh, terughoor of terugzie of hoe ik praat, vind ik het overduidelijk. En dat ik zie het ook vaak bij anderen. De gemiddelde mens is daar nog niet helemaal. Nee. En wie weet heb ik het dan ook al niet aan het juiste eindje, weet het nooit natuurlijk. Nee, maar ja, misschien hebben we het allemaal niet bij het nee, nee, betekent, daarom is het helemaal. En komen ze er over twintig jaar achter dat het autisme, wat je wat uh, het spectrum eigenlijk heel beperkt is en dat het dat de mensen die erin vallen, weer in hele andere hokjes vallen? Ja, je weet toch nooit? Nee, je weet het nooit. Nou, maar, gaan maar laten we, vanuit, we er maar gewoon even van uitgaan dat, dat, dat het gewoon klopt. Is. Maar je zegt dus online zie je dingen, nou ja, daar daar, daar word je wel bevestigd, want algoritme, blablabla. Bla, bla. Niet maar. altijd, hoor. Oké, okay, niet altijd. Wat maar... mij opvalt, dat is nog een heel interessant okay, puntje, ja, vind ja, ik ja. zelf. Ja, ja. En dan krijg ik uh, komt er een reel voorbij van een hele knappe vrouw. Die dan zegt, dit zijn mijn autistische traits. Ja. En er staat comments er vol mee. Iedereen heeft tegenwoordig autisme. Of is nu opeens iedereen autistisch? Alleen hoor ik heel vaak, ja. Of uh, van, uh, nou, het zal wat anders zijn. Of uh, denk je niet gewoon dat je depressief bent? Of een angststoornis? Of ja, borderline? Ja. Of ADD? Ja. Nou ja, noem het even, riedeltje maar op. Ja. En dat is dan vooral als het een hele knappe vrouw is. Wat is dan kunnen als... mensen zich moeilijk bedenken dat daar dan, ja, dat is net zoals uh, mentale, net zoals angsten bijvoorbeeld, ja. en depressie. Je ziet het niet aan de buitenkant. Nee. En als jij aan de buitenkant gewoon overkomt als een onwijs leuke vrouw of een onwijs leuke man, dan kunnen mensen zich toch moeilijk bedenken dat er iets schuil gaat. Wat zou het dan zijn dat mensen het ook moeten benoemen dat het niet zo kan zijn omdat jij er dan even tussen aanstekers knapper uitziet? Oh, er was ook een keer op dat interview die ik heel lang geleden met Bianca Toeps gegeven heb, dat iemand zei van ja, maar deze dames hebben een uiterlijk nog mee. Wat wil dat zeggen dan? Nou, dat het in die zin... Dus moeilijk minder, of, minder de, moeilijk, dat is, moeilijk is of zo? Juist moeilijker is, omdat je dan niet gediagnosticeerd wordt dan toch? Ja, ik denk dat twee kanten heeft gewoon. Ja, uiteindelijk heeft het altijd twee kanten. Rijk, misschien heb je het dan net iets makkelijker... omdat je wat meer inblendt. Als je ook nog eens qua uiterlijk heel erg eruit springt... dan, dan ben je daar misschien weer kwetsbaarder op. Ja, dat is, ja. Maar aan de andere kant word je dus ook vaker... Niet helemaal serieus genomen, want het lijkt dat er niks aan de hand is. Ja, dat is ook weer zo, inderdaad. En kijk, kijk, kan een psycholoog daar ook doorheen kijken. Ja, dat denk ik wel. Toch? Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk dat het dat er niet voor niks is dat er zoveel misdiagnoses zijn, dat, mm -hmm. dat het ook te maken heeft met uh, gedragingen en misschien ook uiterlijk deels. En volgens mij, er is best wel wat veranderd op het gebied van autisme. Dat ja. moet natuurlijk ook bijgeschoold worden. En dat zie je toch wel dat het vaak niet is. Toch? Ja, hoe vaak wij wel niet krijgen te horen van ja, maar ik ben getest en het kwam er niet uit, want dit en dat. En dat ja. zijn dan de meest rare redenen Dat je ja. denkt van uh, oké, okay, ja, je hebt veel vrienden. Dat, vind je, dat is een punt wat jij altijd lastig vindt. Ja, of? ik had ze niet. Of nee. nou ja, in die tijd dat ik uh, het traject in ging, had ik ze niet. Misschien heeft het wel geholpen. Ja, Ja, ik weet het niet. Maar even terugkomend op uh, online, want ik ga het nu toch nog een keer aan je vragen. Um. Online uh, word je oh, bevestigd. Sorry, ja. Maar in je, in je normale omgeving krijg je dus vaker te maken met uh, verkeerd beeld of met onbegrip. Ja, ja, en dan weet ik niet zozeer of iemand dat zo ook bedoelt. Dat hij specifiek vraagt van, oh, uh, heb je dan wel een diagnose? Of uh, kan het niet wat anders zijn? Ja, ik denk dat het daar uh, gewoon handig is om te laten zien, ja, het is wel zo. En dit is hoe het eruit uh, kan zien of... Maar in, uh, in welke gevallen krijg je daar veel mee te maken? Is dat in een professionele setting dan meer? Of juist meer ook, in. Een, maar ook onder mensen, denk ik. Heb je nog heb je een voorbeeld voor eentje dat je dacht: van, dat is het meest bijgebleven. wat ooit tegen je gezegd is. Terwijl het wel overduidelijk was? Nee, ja, ja, er was iemand in mijn familie die de conclusie trok dat ik uh, ADD had. Oh? Nou, ik denk ja, misschien kan ook. Okay. Nu bestaat het niet meer, dus nee bestaat Geven ze het nog steeds? Ik had laatst weer iemand die had ADD, maar dan de adhd Ja, dat, is de, dat noemen ze tegenwoordig gewoon ADHD, volgens mij. Ja, ik en dan type heel nog van, wat. Ik krijg, heel veel, uh, ik krijg heel veel reels met uh, allemaal vrouwen die... Uh, en, ja, ja, ook mannen trouwens, die dan ADHD... Uh, die uh, een type uh, hebben die dan heel erg op autisme lijkt. Nou ja, Toch? dat ook, maar ook dat ze allemaal van die uh, dingen die iedereen dan herkent van... die het ADHD heeft. Dat soort uh, oh, ja. filmpjes. Waar ik altijd wel een beetje... een dubbel gevoel bij heb. Ja, dat is Want lustig, hè? Zijn, zijn het soms grapjes of dat soort dingen... en dan kan ik heel goed in meekomen en zo. Maar ik weet niet dus of internet altijd bijdraagt... aan de... niet emancipatie... maar de, de, de berichtgeving... omtrent bepaalde soort stoornissen. Omdat... Heel veel mensen herkennen zich in bepaald soort aspecten... van autisme, van ADHD, mm -hmm, van mm -hmm, ja. verschillende uh, stoornissen... of verschillende diagnoses. Maar ik denk dat daarin dus ook men wel te snel misschien... te kijken naar dat soort, als in ja. vanuit zichzelf. Wat ergens ook weer niet vervelend is. Want ik denk dat als je jezelf een beetje leert begrijpen... en denkt van, ook oh, wacht, misschien dit soort dingen dus kunnen ergens vandaan komen. Maar ik weet ook niet waar dan de, de, de sweet spot tussen aanhalingstekens zit waarin we dan op een gegeven moment uh, niet te ver doorslaan. Daarin. Ja, ik vind dat blijft ook echt lastig vinden. Want wat jij nu benoemt is eigenlijk dat mensen symptomen opnoemen... van wat erbij hoort en ja. dat het eigenlijk heel erg normaal overkomt... Ja. tussen aanhalingstekens. Zo van, ja, iedereen is uh, dol op dieren. Iedereen die uh, raakt wel eens uh, over zich kwijt in het huishouden. Iedereen is wel eens overprikkeld, iedereen is wel eens dit. Iedereen nou, is uh, ga ja. zomaar door. Ja. Maar... Uh, Um, ik denk dat dat komt omdat er ook geen specifieke symptomen zijn... die uh, bij bijvoorbeeld autisme alleen voorkomen. Ja, Eigenlijk het zijn altijd menselijk, menselijke gedragingen. Zeg ik dat zo goed? Ja, ja dat denk ik ook. Ja. Ja. Uh, dus het is altijd iets waar een ander zich in kan herkennen... die niet autistisch is. Maar het is vaak de hoedanigheid in, in, in hoeverre het je leven beheerst. Dus hoe... Um, Bijvoorbeeld jij bent dol op uh, dieren. Laten we zeggen, nou, zoveel mensen zijn dol op dieren. Dat betekent niet gelijk dat je autistisch bent. Uh, maar stel je voor zo, dat ja. je zo gek op dieren bent dat je geen nacht meer kan slapen omdat je het onrecht wat dieren wordt aangedaan, dat het je helemaal aangaat en je helemaal daarin duikt en dagenlang het huis niet meer uitkomt. Ja, dan kan je wel zeggen natuurlijk dat er misschien opzet. een hyperfocus plaatsvindt op het houden van dieren. Ja. Ja, precies. Als ik het zo simpel mag uitleggen. Ja, ik, en dat is ook het hele ding. Ik heb eens gesprekken ook met mensen erover. Zeker sinds dat wij uh, die documentaire hebben gemaakt. En dat ik dan ook zelf de meer begrijp vanuit jou en zo. en Dan, dan, ze, dan heb, heb ik het er wel eens over. En op een of andere manier uh, praat... Mm, ja, sommige mensen praten er dan zo over zo van... Ja, dat heb ik ook wel. En weet mm. je wel? Terwijl ik denk van ja, maar je weet in principe dat, dat jij gediagnosticeerd bent. En toch op een of andere manier lijkt het dan... Alsof dat nog niet helemaal overkomt, dat dat dan ook echt zoiets is of zo. Of dat dat, dat dan ook ja. valide is of zo. Ik ja, weet niet aan de ene dat... kant is het ook wel weer, vind ik het ook ergens weer mooi. Ja. Want ik denk van, oh ja, diegene probeert een beetje te levelen met me zo. Van ja, ik heb daar ook last van. Je moet je vooral niet druk om maken, want het is gewoon normaal. Mm. Dus ik vind het ook wel ergens, ik denk, uh, het is vriendelijk bedoeld. Um, aan de andere kant kan je natuurlijk nooit helemaal overbrengen hoe iets bij jou van binnen uh, ja. daar, uh, gebeurt. Nee. Dus. En dat is onmogelijk om dat aan iemand mee te geven van... ja, maar ik ervaar het zo en zo. Mm. En tegelijk, ja, ik zit er eigenlijk een beetje middenin. Ik vind ergens laten we elkaar gewoon allemaal accepteren zoals we zijn... en uh, met al onze... Uh, Quirks en... Ja, onze talenten en al onze leerpunten en yeah. uh, uitdagingen. Yeah. Uh, laten we daar een wereld in vinden waarin uh, alles mogelijk is. Ja, iedereen ook mag zijn wie die is of zo. Aan ja. de andere kant denk ik, die wereld is er niet... Nee, gaat hij er ooit komen? Gaat hij er ooit komen? En is het dan niet heel belangrijk, juist dat we, dat we meer begrijpen van. Oh, zo gaat het bij een ander, door dus een label of een diagnose? Maar denk je te dan geven? dat die video's er dan wel bijvoorbeeld bij aan bijdragen om toch wat beter te begrijpen? Of denk je van dat is nou, ik vind ze vaak te algemeen, ja. eigenlijk? Ja, maar met algemene, met algemene dingen kan je ja, mensen krijgen, daar ja. hou je mensen wel mee binnen, want ja. als jij. Uh, stel je voor dat jij uh, van mij een um, autistische meltdown uitzendt. Uh -huh. Ja, ik denk, ik denk niet dat de wereld daar heel goed op gaat. Nee, dat denk ik niet. <laughs> nee. Nee. En ik denk ook niet dat mensen dan denken van, oh, oh ja, misschien ben ik ook wel autistisch. Ja, degene die dat ook zo ervaren, maar die gaan misschien ook denken van, wow, wat is dit voor heftig. Uh, ja, wat voor je jezelf. Dat je jezelf ook niet ziet uh, je, als je dat hebt. Nee, precies. Nee. Dus. Ja, het is nou, lastige, dat is een lastige vraag. Is het, het draagt het bij? Ik denk ergens wel. Draagt bij aan begrip? Maar het, het, een begrip, het, maar het, het is kan een, ook wel ervoor zorgen verwarring. dat mensen een afkeer er tegen krijgen. Van ja, hallo, iedereen is tegenwoordig speciaal. Ja, en ik heb het idee dat, en ik en correct me van wrong, als je ouder bent, dat het vooral een oudere generatie is die er misschien wat meer moeite mee heeft. Ja omdat, ja, nou ja, vroeger was het... er waren er niet zoveel mensen met autisme... en dat soort dingen. Maar ja, dat zegt natuurlijk ja. niet dat ze er niet waren. zegt alleen dat het gewoon nooit was opgevallen. Dat het niet nee. per se is opgevallen. Daar hebben wij het ook wel eens over, toch? Ja. Maar dan, in ons, deze is de hele supermarkt vol met... Uh, oudere mensen op een zaterdag om 10 tien... of ja. elf, elf uur. Ja. 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 Ja, als je al zo lang met pensioen bent... dan kan er toch wel een andere rustige dag gevonden worden... om boodschappen ja. te doen. Ja. Maar moet het dan allemaal hutje-mutje op elkaar... op die zaterdag? Ja, omdat het routineachtig is. Ja, ja en een routine... Kan je dan weer zeggen van zou bij autisme kunnen passen? Maar het heeft er ook meer mee te maken hoeveel routine jouw leven beheerst, toch? In dat ja, opzicht. Als jij echt helemaal van streek raakt en je het op die zaterdag om elf uur niet kan doen, ja, dan moet je bij jezelf wel nagaan van hmm, ja, kan er iets kun, meer aan de hand zijn dan dat ik gewoon hou van op de zaterdag boodschappen kunnen doen? Kunnen mensen zichzelf echt bekritiseren ja, daarom? Ik vraag Ik denk het dat af. het lastig is, ja. Zo van, ja, ik kan me zo gewoon van afstappen, maar vervolgens zitten ze volgende week zaterdag ja, ja. zitten ze er weer <laughs> De koffiezetapparaat uh, uh, ko 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 van de Jumbo staan ze er allemaal. Ja, dat is weer allemaal uh, gratis koffie te zoeken. Ja, maar dat is ergens ook wel een beetje contact natuurlijk zoeken. Ja, dat is ook wel waar. Wat ik nog wel even wil zeggen is van, want waar we het, uh, wat jij net zei van ja, uh, met dat soort video's kan je misschien mensen naar binnen en mensen houden niet van heel erg diepgaande dingen. Ik weet nog dat wij een keer door iemand, of tenminste dat jij een keer door iemand hebt uh, te horen gekregen dat ons documentaire over autisme bij vrouwen. Dat het niet de basic, van, de, basic is. de basic was. Toen dacht ik, ja... Toen dacht ik, ja, het is instapniveau. Instapniveau moet ook wel, want anders begrijp je er gereed van. Of dan nee. denk je van, hè, waar hebben ze het over? Ja, en de andere kant daarvan is dat mensen kunnen denken... dat er uh, iets anders aan de hand is, juist omdat het zo basic blijft. Ja, op die Snap manier. je? Omdat het met zoveel meer gepaard gaat, autisme... Ja. dan met uh, bijvoorbeeld sociale angst alleen. Ja, wat heeft bij jou het meest geholpen ook misschien... Met de begrip rondom en waar ben je. Ik denk echt het echt ouder worden yeah. en jezelf meer gaan waarderen voor wie je bent, ook je talenten zien, dat je dan op een gegeven moment wat meer scheid gaat krijgen yeah. aan de omgeving. Als dus je denkt van, ja jij kan van alles van mij vinden of denken dat ik wel autistisch ben, niet autistisch ben of uh, je, maakt niet uit, uh, ik ben gewoon mezelf en ik blijf mezelf. Yeah. Ik denk dat dat op een gegeven moment wel ervoor uh, gezorgd heeft. Dat ik er iets minder mee bezig ben wat een ander erover denkt. Heeft uiteindelijk het geholpen dat je juist er dus open over bent geworden? Ja, ik denk uh, uh, alles wat je eigenlijk kan zijn is eerlijk en open. En, en dingen uh, misschien uitleggen hoe het bij jou werkt? Ja, en hoe iemand dat oppakt, daar heb je echt nul invloed op ja dat is het hele ding kijk onbegrip is natuurlijk heel vervelend en dat heb ik ook met angst en zo ervaren mm -hmm. mensen begrijpen het niet totdat ze het zelf gaan invoelen ik weet ik kan me zus nog herinneren niet dat ze dat ze het, deden, het onbegrip maar ze snapte het gewoon niet want ze zei nee, tegen me moeilijk, van, ja. ze, kon, ze kon zich niet bij voorstellen wat het dan precies deed weet je wel en op een gegeven moment ik weet niet of zij dat want dat heeft ze nooit zo gezegd maar ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment denkt van ja zet je er nou overheen want mm -hmm. er is niks aan de hand totdat ze zelf een keer een paniekaanval had gehad uh, op de werk dat ze dacht, wow, is dit het? Weet je wel, dit is wat je dus altijd ja. voelde. En sinds die tijd heb ik ook het idee dat ze het meer begrijpt dat wat je kan meemaken. En ja. ik denk dat dat ook dat dat heel lastig is met bijvoorbeeld autisme. Omdat je, ja, ja dat is, je dat kan is niet, niet even iets... autistisch zijn voor een dag. Nee, precies. En dat zou soms wel. Kijk, daarom zit ik soms wel eens te denken: van zou het niet interessant zijn om een iets te maken? Waar, dat is al vaker gedaan natuurlijk. Mm. Maar goed, het kan niet vaak genoeg gedaan worden om, om een ruimte of weet ik veel wat, om het. Wat inzichtelijker te maken. Ja. Dat, je, dat je juist op een bepaalde publieke plek of zo, men laat ervaren hoe het is om iets te hebben. Want ja. ik denk dat dat de enige manier is, en dan is het nog steeds afstandelijk, want je, je hebt het niet echt zelf. Maar dan zou je wel een klein beetje kunnen invoelen van: oké, okay, dus harde geluiden of uh, heel extreme geuren ineens. Uh, dat zijn mm -hmm. dan vooral zintuigelijke dingen die ik dan opnoem. Maar daar kan je het mee laten zien hoe het, hoe het kan zijn voor iemand. Ja. Om. om maar dan denk... zou je er wel nog even een jaar in lang in moeten staan. Ja, die precies. Ervaring. En dat is dan het lastige. Want daardoor word je natuurlijk of gek of, of Plus, word je ja. Het, is toch, of... Het, is, het blijft toch wat anders. Uh, ik denk dat het bijna al mogelijk is om iemand te laten ervaren... hoe het is om autistisch te zijn als ze het niet zijn. Nee. Ja, misschien met harde geluiden en zo. Maar ja, dat is toch maar zo'n zo deel van... Dat is en... ook maar een deel van het... Ja, dat is wel waar. Maar ergens denk ik wel van, ja, er zou toch... Oh, is het wel interessant, daar van, niet nee, maar van. Zou iets, er zou iets toch meer in dat soort dingen gedacht moeten worden. Denk mm. ik, om daarom inderdaad wat, wat meer begrip te krijgen. En ik denk dat dat documentaires, uh, animatiefilms, uh, weet mm. ik veel wat... Of allemaal over het onderwerp heel erg helpend zijn. Maar ik denk een ervaring, tussen aanhalingstekens... men wel meer kan meebrengen in het gevoel misschien of zo? Of wellicht... Nou, misschien wat meer begrijpen waarom de wereld soms... een beetje overweldigend en vermoeiend vooral is... Ja. Ik denk dat dat een, een algeheel iets is van autisme er zijn. Weinig uh, autistische mensen die ik ken die, die dat niet ervaren. Mm -hmm. Dus ik denk dat, dat, dat je daar wel wat, wat mee zou kunnen doen. En ik denk voor men uh, persoonlijk is om erover te praten. Gewoon aan mm -hmm. te geven wat voel je, wat doe je als, men, als, je, als mensen daar iets over vragen. Of als, als ze dus een keer... Uh, een raar stigmabeeld hebben of zo dat je dat je het misschien ja als je het niet vocaal kan misschien een keer opschrijven van joh je hebt dit een keer tegen me gezegd maar eigenlijk zit het zo en zo en ik vind ja lastig gewoon om op te horen inderdaad ja. en, en als iemand tegen jou zegt van ja nee uh, uh, waar ik dan vaak mee zit kan die autistisch zijn want ik ben sociaal hmm. dan soms heb ik het dan niet helemaal door of dan laat ik het even binnenkomen en dan komt het later omhoog um, en dan denk ik eigenlijk, van, ja, vind ik helemaal niet prettig dat iemand dat zegt. Heb ik je hebt een keer aangegeven? Ja, bezig. en dan kan je nog terugkomen en zeggen van, ja, ik vind het een beetje onprettig. Want daarmee zeg je eigenlijk dat ik het ook niet ben. Nee. Terwijl, je, diegene, terwijl we gewoon goed sociaal contact met elkaar hebben. Ja, dus. en, en diegene had het ook niet echt door nee. dat, 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 dat dat gezegd werd. En die dacht achteraf pas, oh ja, maar zo, zo keek diegene helemaal niet naar je. Nee. Werd toen gezegd, dus ik dacht, ja. Ja, en dat. Ik denk dat als je, als je dat gewoon aangeeft, de meeste mensen willen gewoon goed voor elkaar zijn. Ja, dat is Die willen elkaar niet beledigen ja. of, of een bepaald gevoel geven. En als ze dat wel willen, dan kun je beter sowieso uh, het contact op een bepaald uh, beperken tot ja, een bepaald uh, niveau. Ja, maar ergens is het wel zo dat je. Kijk, we moeten in deze wereld toch best wel veel rekening houden met elkaar en zo, mm. hè? En ik heb het idee dat ook een hoop mensen daar een beetje aversie tegen beginnen te krijgen. Ja, tuurlijk. En je bent ook wel verantwoordelijk voor je eigen gevoelens. Dat ja. is ook gewoon zo. Je kunt niet uh, altijd verwachten dat iedereen op... Uh, op uh, hoe noem dat het alles, iedereen weer? alles begrijpt wat jij, wat jij voelt, wat je doormaakt. Dat kan gewoon ook echt niet. Nee, dat we ook zouden, niet. We zouden voor mensen die ervoor openstaan en zo wel wat meer begrip kunnen creëren. En dat, ja, ik dat denk dat er genoeg mensen dingen. voor openstaan. Ik daar... denk het ook wel. Ik denk in basis wel, als je op internet kijkt, niet. Ik heb weinig tegen een echte dichte deur aangelopen. Misschien één of twee keer in dertig jaar. Yeah. Dus ik denk dat het over het algemeen best wel, best wel genoeg mensen zijn die deugen. Ja, genoeg <laughs> mensen deugen. Ja, dat is een boek, toch? Ja, toch. Ik heb nog nooit gelezen eigenlijk. Alle mensen deugen of zo? Of? Uh, de meeste mensen deugen. De meeste deugen. mensen deugen, ja. Ja, ja precies. Ja. Misschien ook wel interessant om een keer te lezen. Ja, zeker. Maar ik denk inderdaad als we een tip zouden kunnen geven, praat er wat meer over. Ja, en geef het inderdaad aan en, en ook echt loslaten wat iemand er in zijn hoofd van maakt en wat jij denkt dat iemand ervan maakt. Ja. Ik heb me vroeger wel eens oplopen vergeten en dan lag ik uh, s'avonds in mijn bed en dan ging ik gesprekken langs en dacht van, oh, diegene zal het waarschijnlijk wel zo en zo opgepikt hebben. Ja, als je, de, als je daarin gaat oefenen om dat wat meer los te laten, om te denken van, nou ja, al denk je dit en dat, uh, dan mag je denken, het zijn jouw gedachten Ja. Ik heb daar weinig uh, echte invloed op, hoe, hoe, dat, uh, hoe dat er in een, het hoofd van een ander aan toe gaat. En als je er wel invloed op hebt, kan je er in ieder geval op terugkomen en te zeggen ja. van joh, uh, je hebt dit tegen me gezegd of je hebt dit over autisme of over een andere stoornis gezegd. Mm -hmm. Maar ja, dat zo werkt bij mij niet. Of ik vind het eigenlijk wel lastig om te horen. Ja. Het is, bij mij voelt het zo meer zo en zo. En zo dat, dat je wat meer begrip voor elkaar in plaats van dat je... Bij de volgende keer denk van, nou, diegene vind ik stom en dan ga ik ook nooit meer tegen praten, want die heeft dit en dit gezegd. Ja, of ik, uh, ik probeer het niet eens meer, want uh, die kan zich toch niet inleven of zoiets ja. uh, gelijk denken. Ja. Ik denk dat het soms ook even nodig heeft. En dat hebben we allemaal wel eens, toch? Dat we op een bepaalde manier op iemand reageren en dat we daarna denken van, mm, was dat wel helemaal vriendelijk? Ja. Of was dat wel meelevend? En um, dan kan je er ook zelf op terugkomen als jij twijfelt aan iets ja. wat je gezegd hebt of het niet helemaal. Uh, vriendelijk was. Precies. kun je vragen helaas zei ik dit en dat tegen je. Ik bedoelde het niet zo, hè, dat je dat even. Ja, precies. Dus het ook andersom kan inderdaad. Ja, ja. Dat is waar inderdaad. Ja. Ik denk een belangrijk onderwerp sowieso om altijd over te blijven praten. Om ja, begrip is gewoon. We hopen dat iedereen altijd alles begrijpt, maar in basis begrijpt niemand wat. Nee, je begrijpt pas echt dingen van elkaar als je het zelf hebt meegemaakt. En dan nog is het echt persoonlijk de ervaring van diegene dus. Ja, en hoe kan iedereen ook alles weten? De, uiteindelijk zitten we natuurlijk altijd naar stereotype beelden te kijken. En, Omdat die nog steeds het meest aantrekken. Dat is met ja, angst alles, ook zo hè? natuurlijk. Ja, ja. ja, daarom. Dus dat trekt het meest aan. Want dat begrijpt men even tussen aanhalingstekens meer. Mm -hmm. Maar ik denk dat het ook wel goed is om die nuance wat meer op te zoeken. Dus ook wat meer, nou ja, die film van ons daar wel aan bijgedragen. Omdat... Ja, als je gewoon een film maakt over jou als persoon, zou het best een saaie film zijn. Heb je ook wel. Nou, eens? Ja, als je mijn je leven uitweegt, nou, niets. Okay, maar ja, maar even dan afgezien is Het niet een traumatische film. Het speelt zich zoveel. Ja, maar het speelt zich zoveel interne. Ja, nee. Dat nou dat ja, dat vind ik dus eigenlijk wel mooi. En ik heb daar al een tijdje met jou ook over gehad. Ja. Uh, dat het. Uh, ik vind het vooral heel zielig. Uh, dat is de, de overstap van, van de basisschool naar de middelbare. Ja. Daar hebben heel veel autistische jongeren. Heel erg lastig mee. Mm -hmm. uh, en het is natuurlijk zo'n onzekere tijd. Uh, waarin je het idee hebt dat niemand je begrijpt. Dat jij de enige bent die anders is. Daar zou ik wel wat mee willen maken eigenlijk. Ja, daar had ik toch ook een idee voor. Ja. Ik had een keer een... Vooral een heel intern dialoog dan. Ja, alles vanuit het interne. En dat je het alleen maar ziet gebeuren. Maar dat je het interne heel erg meekrijgt. Ja. Van iemand. Ja. Want eigenlijk is, is autisme speelt zich ook extreem intern af. Extreem ja. als in. Extreme challenge, mm -hmm. weet je? De... Vroeger heb ik wel een deel <laughs> van het de script geschreven daarover, ja? Dus ja, ik had wel een, gro een grove uitlijn van de ideeën daarvoor. Het okay. zit, zit al twee jaar in mijn hoofd. Is eigenlijk de documentaire. Zit dat in mijn hoofd? Ja, dat is en ik denk dat je daar ook heel veel mensen op scholen mee kunnen helpen, want dat is toch eigenlijk waar het heel vaak misgaat. Ja, die overgang is te groot, te hard. Te... Ik vond hem ook heftig, hoor. Moet ik zeggen, de overgang van uh, uh, basisschool naar de middelbare school. Ja. Heel intens. Ja. Dat doen ze ook wel in uh, bijvoorbeeld Amerika. doen ze dat wel anders, hè? Ja. ja in zijn België er... zelfs al. Ja. België is ook anders. Dus er zit er nog iets tussen, geloof ja, ik. Klopt, ja. Snackje van de week? Snakje van de week. Nou, als je niet wil horen, dan moet je nu uitzetten de podcast. Er komt namelijk weer een mysterybox aan. Namelijk 13 november, 14 november op een donderdag. Volgens mij 13 november. 13 november op een donderdag. Uh, ...komt hij eraan. En ik ga één klein tipje van de sluier geven... ...want dat is voor mij de snack van het jaar sowieso. Oh. Dat is namelijk mijn favoriete bread chips. Oh, erin. die zit erin, ja. ja. Waar ik ook zo geniet van. Jij die geniet er zo erg van. Ja dat, is echt heerlijk. ja, dat is echt heerlijk. Maar voor de rest hebben we de afgelopen weken... ...weer genoeg snacks geprobeerd. afgelopen vrijdag zelfs nog de mm -hmm. laatste... ...omdat in eerste instantie zou die... heel groot gedeelte Japans worden. Er zitten sowieso nog steeds Japanse producten in... Maar er zouden wat meer producten in komen, alleen de container komt een beetje te laat. Dus ik heb weer moeten kijken naar mm -hmm. andere producten. Maar er zitten wel weer hele leuke dingen in, die volgens mij, zover ik weet, in Nederland moeilijk te of bijna niet te krijgen zijn. Ja, dat is alleen maar leuk toch? Dus uh, die komt zijn er vaak aan. nog te bestellen daarna. Ja, klopt. Dus, ja, dus, uh, ja. Dus, dus niet alsof je één snack hebt en dan nooit meer? Nee, als het goed is, uh, kan je het vaak nog wel uh, daarna bestellen. Als je maar je favoriet ik, uh, gevonden hebt, dan zou ik gewoon inslaan gelijk. Het is niet per se een. Holiday special of zo. We hebben niet heel veel uh, uh, kerstgerelateerde producten in zitten. Het is gewoon weer een leuke mystery box. Ja. Yeah. wordt ook vaak gevraagd of ik een adventskalender wil maken. Holiday specials zijn ook een beetje boring, toch? Ja, dat is vaak niet zo boeiend. Het is vaak gingerbread en, mm. en chocola. Mm -hmm. Maar er wordt ook vaak... En kaneel. Kaneel ook Ja, kaneel is wel goed natuurlijk. Maar... En er wordt ook vaak gevraagd of ik een uh, adventskalender uh, zou willen maken. maar Ja, zou ik heel graag willen, maar dat ik, ja, daar is het publiek gewoon te klein voor. Ik denk het wel. Ik denk dat je dan minimaal oplagen van duizenden moet hebben. Ja, weet je, het probleem is: uh, mensen uh, verwachten heel veel in een adventskalender. Maar het product, de. De, de, de doos om, zelf is zo bizar duur. Ja, en dan heb je nog producten inkopen. En ik vind bijvoorbeeld inpakken en zo, ja, dat is zo tijdrovend. Om bijvoorbeeld allemaal kleine snacks oh, in te pakken en zo. Doen, dat is A tijdrovend en B. Ook niet zo leuk. Ik wilde, als ik het ooit zou doen, dan wil ik wel echt gewoon een coole kalender hebben. Ja, je zou wel eens een, uh, een uh, oplage kunnen doen van tienen. En dan? kunnen we nog zelf vouwen en inpakken. <laughs> ja, wellicht. Heel exclusief. Heel exclusief voor 1000 euro, <laughs> toch? Per uh, Adventskalender, nee waar eentje. Maar um, de mystery box komt eraan. Heb jij nog iets lekkers gegeten de afgelopen tijd? Nou, genoeg, maar het is altijd weer uh, basic. Jullie is zo'n basic bitch. Ja, ik ben zo basic. <laughs> Nou, bedankt voor je openheid. Dankjewel uh, jij ook voor uh, alle vragen die je gesteld hebt. Ja. en mocht je <laughs> willen meepraten over dit onderwerp, doe het vooral in de reacties. Ik denk dat er een hoop mensen zijn die misschien ook nog wat tips kunnen delen. De volgende podcast ga ik jou interviewen, hoor, want ik heb vaak het idee dat jij echt uh, misschien moet jij het de het vragen onder, vragen misschien een onderwerp zit. eens keer uh, bedenken. En nou, dan gaan we het hebben over iets wat jij uh, mankeert.